Welkom iedereen bij de aflevering van The Legend of Zelda Link Between Worlds. Vandaag Swamp Palace voor mij en hoe maak ik de Swamp Palace af? Hopelijk. Nou, hoop ik wel, anders loop ik aardig wat dungeons voor. Ja, maar you never know. En lijkt me ook weer niet de bedoeling. You never know. Vol dat water. Zo. Ik geef echt geen fuck momenteel hierom. Oké, ik heb die sleutel, maar wat heb ik er nou even opgelost? Niks. Here you go. Zeg even nadenken in deze dungeon hoor. Ja, kan ik goed begrijpen. Oké, okay, even wachten. Dus wat doen we? We drinken dan even wat melk. Smoky, hè? That's the one I needed. Now I can go through. Op zich wel geinig. Ik drink momenteel totaal geen lactose of wat dan ook. Het enige wat ik nu soms eet is... Alpro yoghurt. Ook decent. Ja, maar even, ja, soja kan ik wel hebben. Raar, hè? Nou ja, ik heb het bij sommige producten ook, hoor. Dat ik gewoon... mijn lichaam zegt, nope. Vandaag niet, Harm. Mooi. Hoppa. Ik weer de verkeerde knop in. Ik druk alleen maar de X-knop in, terwijl ik de Y-knop nodig heb. Oké, okay, deurtjes dicht. Oh, andere kant. Deze kant op. Je moest er nog open. Nee. Dat is op zich wel geinig als ik over nadenk, want ik heb nu... ben wel lactose intolerant. Ja. Yeah. Alleen ik vind sommige dingen nu naar verhouding wel lekkerder, want in plaats van de maltoetjes is nu voor mij yoghurt, dus Alpro yoghurt. En dan wat bosbessen erin. Zegt decent. En weet je wat allereerst is, dat vind ik nog lekkerder dan vroeger vla of wat dan ook. Niks mis mee. Het is wel geinig hoe je dan over tijd eigenlijk, ook al maak je niet dezelfde beslissing... dat je eetpatroon gewoon volledig veranderd wordt. Mooi. Dat heb ik met dingen die ik vroeger nooit lustte en nu ineens wel lust en andersom. Mhm. Ze hebben zich wel geinig. En sommige dingen kan je nou niet meer eten omdat nou gewoon veel te zoet is. Wat je vroeger wel gewoon normaal kon eten. Yep. Same. Nou, ik ben bijna klaar met de dungeon. Goed bezig. En die omhoog. En dan volgens mij alleen nog naar de bos toe. Jij bent zeker al met de tweede rij hard bezig, of niet? Nope. Ook niet. Hoeveel heb je er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lekker. Dus je begint zo meteen aan je volgende rij. Denk het. Bostijd. Wat is het? Is het wat ik denk dat het is? Is het oog? Yep, het oog is back. Nou, niet zo moeilijk. Ik heb genoeg speedruns gezien waar ze het fixen. En op zich wel mooi zijn de speedruns. Je weet altijd precies van... Oh, nee, maar de meeste bosses van deze game zitten ook in het origineel, dus... Even kijken, wat moet ik hier doen? Uh-huh.
Oh god, hij gaat nu jumpen, of niet? Ah, ik moet gewoon weer terug. Oké. Okay. Had je eigenlijk al wat van je wapens geüpgraded, of nog helemaal niet? Nope. Ik zou niet eens weten wat het moet. En daarvoor heb je dus die Mai Mai nodig. Oh. Toch heb ik heb maar ook maar een paar daarvan geüpgraded toen we destijds bezig waren. Dus ik heb een shotgun bow en ik heb wat een sterkere hamer en een sterkere bombs en dat is het. Ah, fuck, jammer. Ik heb bijna de bos gedaan zonder damage te teken. Dat zal het zijn geweest. Oké, dit is echt serieus de makkelijkste baas ever. Dit is echt nog makkelijker dan, hoe heet die? Dan meneer de slang. Huppakee. Was dat alles? Ik hoop hem wel. Mooi. Klaar. Easy. Easy boss is easy. Twee hartjes damage genomen terwijl het niet eens had gehoeven. Jordik, de uitdaging ligt bij jou om no damage te doen. Want het is echt mogelijk. Makkelijk. Zelfs voor, dit vind jij zelfs makkelijker dan Molorm. 100%. Jezus, wat een makkelijke baas, zeg. Zoek naar de hartcontainer. Hoppa. Hoppakee. Gaan we naar het zuidwesten toe. Hoe kom ik bij de Desert Temple überhaupt? Even kijken. Wat jij moet doen is... Ik heb toch een kip nodig of zo? Nee, je hebt geen kip nodig. Oh, wacht. Dat is A Link's Awakening. Uh-huh. Even kijken. Mensen, ik sta even stil hoor. Ik moet even nadenken. Jij begint in Hyrule. En dan ga jij op zoek naar een crack in the wall in het zuiden. En de crack in the wall is op een rustige rots. Waar dan drie kleine bouldertjes die zelf op kan tillen staat. Dus naar zo'n plek moet je toe. Nog één keer. Er zit een crack in the wall op een rustig stuk van Hyrule. Op het zuidelijke stuk van, Hyrule, ja. Dus eigenlijk in de buurt van deze tempel ook. Waar ik nu net klaar ben. Ja. Maar je moet er niet naartoe merchen. Je moet daar naartoe merchen. Het is een beetje merch in, merch uit tussen Logo en Hyrule nu. Oh, op die manier. Dus ik moet in Hyrule moet ik erin. Ja. Om er in Logo weer uit te gaan. Ja. Duidelijk. Oké. De Bloom Hill. Ja, je gaat sneller door de dungeon helemaal. Mm-hmm. Maar wacht maar. Return... Oké. Ja, ik ga ook gewoon kamers langs kijken van oké. Welke kamer ben ik nog niet geweest? Welke kamer ben ik wel geweest? En wat kan ik precies hier doen? Toch even, daarvoor is de Dark Palace eigenlijk voor mij de meest verkeerde om te doen, maar de Dark Palace is gewoon nog een kloot. Fuck. Oh wacht, er zit een crack in de wall hier. Hier moet ik zeker heen dan. Zo. Yep, dank u. Ben daar. Ach, dag Hilda, dag Hilda. What the fuck? The Bird Masked Man. Deze game heeft trouwens ook echt bizar goede muziek. Maar dat hebben we ook al 10.000 keer gezegd, denk ik. Yep. Okay. Ik ben in Mystery Mire. Ja, volgens mij zit hij nog goed. Moet ik nou weer terug gaan reizen naar Hyrule? Ja, want uiteindelijk in Lorule is, als ik het goed heb, de desert.
Jezus. Ja, jammer genoeg, ik zit in de tempel, dus ik kan moeilijk even kijken van zo en zo moet je langs. Dat is enige kloot hier aan. Wat een kutje. Key. Nou, dan hebben we... Huppakee. Ja, ik snap ook wel waarom je zegt van het zijn maar twee vloeren, maar het voelde er als meer. Het voelde er als 38. Ja. Maar ja, je moet namelijk de hele tijd heen en weer en op en naar boven en naar schuin en dan weer weet ik het waar. Je wordt echt seniel van. Mm-hmm. Even kijken, hier zit een middenstuk. Dus moet ik hier weer langs. Ja, maar nu is dit hoger. Oh ja, dan gaat deze open. En als deze open gaat, dan gaat deze open. Dan kan ik deze chest openen. Monster guts, for fuck's sakes. Oké. Nou. Ik kijk ook consequent op de map van oké, heb ik nog iets wat ik hier kan doen? Heb ik hier nog iets wat ik kan doen? Ja, begrijp het. Oh, hier is een crack in the wall, oké. Okay. Die, bird, die. Ja, en dan ben je er ook bijna, want je bent nu in de desert, hè? Dus dan is het gewoon van punt A naar punt B. Met de Desert Rot. Of de Sand Rot. Oh, ik moet high up komen. Oké. Okay. Heb ik mezelf niet gefukt? Ja. Fucking cutbird. Ja, ik heb mezelf gefukt. En dus ik weet al hiervoor. Ging aardig goed, maar ik ben een key vergeten te halen. Herkenbaar. Moet ik nog een niveau lager? Ja. Serieus, weer terug naar haar... Jezus. Hoe vaak moet je heen en weer? 18 keer of zo? Nou, als je eenmaal in de desert bent, dan ben je er. Dan hoef je volgens mij niet meer terug. Nou. Maar wacht, ik moet een Hyrule naar de... Huh? Ik snap er geen kut meer van, joh. Ik zou je graag even helpen, maar ik moet eerst even mijn... key weer fixen dan. Ik heb de Desert Palace in Hyrule nu met als waypoint aanstaan. Nou, daarmee dan. Maar ik moet. Hè? Ik moet dus in Hyrule moet ik de dungeon gaan doen. Nee, volgens mij als je nu de waypoint hebt, daar is de plek dan. Ja, maar dat is in Hyrule. En niet ja, in dan heb ik het verkeerd gehad. Dus het is wel een Hyrule tot de dungeon is. Ja. En misschien moet je halverwege naar Lower Rule. Ja, klopt, want je hebt op één plek heb je de bos. Maar dit was nog een redelijk makkelijke chest om te fixen. Oh, jongens. Godver. Dat is enige veen. Als je nou iets out of order gaat doen, dan... Je kan nooit meer op de weg terug zoals je zou willen. Nee, mooi. Die snake, die. Hier kan ik niet langs. Dat is niveau hoger, dus dan moet ik er zo langs. Ja.
Dan. Is het zo? En dan kan ik zo weer terug. Oh. Helder licht weer. Wat? Zo. Oh, come on. Ik wil net zeggen, kom op, hier omhoog. Oh, nee. Dan hier, het gat weer in en dan kan ik even door. Wat een goed doel. Ja, leuke dungeon, hè? Nou, ik had hem bijna, alleen ik deed één deur out of order. Ah. Dus ja, ik was één deur te vroeg gegaan. Want ik hoef niet zo heel veel meer. Ik heb nog één unexplored kamer en dan ben ik al klaar. Ja, ik ga het zelfs weer die tempel heen naar mij. Maar dan nog de uitdaging om de bos in één keer te doen. Ja, zullen zien. Oké. Kan je zo'n ding de trap optrekken? Nee, oh wacht, dat kan. Wacht, Harmie, daar heb je de zendrot voor. Klopt, maloot. Even kijken, wat hebben we hier? Ah, dit is de bedoeling. Oké. Nou, doen we dit. Nee, ik ben nu net in de kamer met die vier seals bij elkaar. Vier seals. Zo. Hots. Ho. Ja. Ah, oké. Nu ben ik nog één stap te vroeg, maar... Oh, dat meen je niet. Nou, kan zijn dat ik het goed doe. Even kijken. Ja. Oké, van mij moet je eerst naar beneden toe. Godverdomme. Deze. Doen we dingen out of order, dat moet ik niet doen. Nee, dat is heel dom in deze. Zo. Eerst die naar beneden, dan die naar beneden, dan die naar beneden en dan kan ik weer verder. Die man, fuck it, die. Nou, kan die. Moet ik de deur open doen. Deze naar de top toe. De kompas. Kan die naar boven, kan die naar boven. En dan moet ik nog één stukje doen en dan ben ik helemaal ready voor de bos. Echt waar, geld heb ik niet nodig. Ik heb half nodig. En wat krijg ik? Geld. Tuurlijk. Volgens mij heb ik hem dan ook. Zij, dit is een key. Great, that's a key. Great.
Hoppakee, boskie. Nice. Ja, dan is het nog maar een klein stukje hoor. Ja, als in open de deur en klaar. Precies. Zo. Ah, deze bos was ook in Majora's Mask, alleen daar is hij klote. Is die bos ook in Majora? Ja. Alleen daar is hij veel kutter. Ja. Is een mini-bos in de Water Temple. Maar deze zit ook in de normale Link to the Past. Mhm. Ja, hartstikke mooi. Kom maar door. The Titan's Met. Oh, daar ben je heel blij mee hoor. Ik kan eindelijk steen optillen. Nou, je kan eindelijk een heleboel optionele dingen gewoon fixen nu. Want je hebt nu alles. En klaar. Met of zonder damage? Misschien één hit? Ja, dat bedoel ik fucking easy. Nee, weet je wat ik dan nog één ga doen? Want jij bent ook bij, als je Titan Smith bent, ben je ook bijna klaar met de dungeon. Ik kan lokken vast Skull Rock. Of Skull Ward. Skull Woods! Niet Skull Rock. Hé, health! Oh, ik moet naar buiten? Oké. Okay. Oh, wait. That's this. Let me guess. Desert Palace. Nou, nog twee dungeons. En dan ben ik klaar. Nou ja, Skullwoods, Turtle Rock. En dan Hyrule Castle. Prima te doen. Ja, zo lang is Between Worlds niet, maar het mooiste is, je kan alles in iedere volgorde doen die je wil. En dat maakt hem wel heel goed. Precies. Oh, ik ben pas halfway. Jij zegt dat ben je er bijna, zeg je letterlijk ja, net. Ja, bijna. Zelf. Maar je zei dat je naar buiten bent gegaan, hè? Ja. Ja, dat is ook niet zo heel lang meer. Ondertussen ben ik weer fucking op zoek naar... Jordi, gewoon naar Vacant House gaan als je iets niet kan vinden. Want daar heb je altijd een crack en dat maakt het altijd een stuk makkelijker. En ik moet toch waarschijnlijk nog restocken op melk. Melk. Wauw, 100 roepies. Redden we de oorlog mijn. Als je ze nou kon gebruiken als wapen. Nou, wat dacht je gewoon van het feit dat je hier gewoon wat andere meuk kan doen? Dat je gewoon voor het geld hartjes kon kopen of zo. Ja, of een magic armor. Dat is echt het enige nut van heel veel roepies hebben in die game. Ja, maar echt. Melk. Weer 100 roepies, wauw. En laatste, melk.
Nou, dan gaan we nu op zoek naar Shashkashala. Hoe? Zo. Zien krekken. Ja. Sheriff. Ja. Oh my god, game. Are you kidding me? Safe. Nou, die is ook unlocked. Oh nee, ik moet nog 3 dungeons. Ik zie nog een extra kruisje. Dan unlock ik ook even Turtle Rock ondertussen. Nog een... Hou. De ballet. Als het niet vallen. Oké. Weer 100 roepies. Oké, waar is een krek? Waar is een krek? Hier is een krek. Nou. Easy. Ja, het is gewoon met je Hilda. Oké, turtle tijd. Oké. Nou, Turtle Rock is niet zo heel moeilijk om te unlocken. Ik moet alleen op zoek gaan naar de schildpadden. Hehe. Hoppakee. Dan is de volgende... Volgens mij in dezelfde... richting, dus als hier. Ja. Zo. Nou, kunnen we deze op de kop gooien. Zo, en de laatste. Hats, Boski of Bikkie. Zo, goud half. Gewoon fairies heb ik. Hoppakee. Alle turtles zijn binnen. Oh, daar. Terug. En even weer. Oh, fuck off. Ze respawnen gewoon niet meer. Nee, ik had ook het probleem. Jezus. Ik dacht ook van, oh, die respawnen zo wel. Nope. Dikke rip. Nou, to the rock unlocked. Nu alleen nog de ice ruins. Hoe lang gaan we nog door, überhaupt? Ik zou zeggen tot 5 voor. Best. Dus jij misschien net... Dan haal ik hem misschien inderdaad wat je zegt net. Oké, vacant house. Toch even... Nu is het op je wel handig, want dan kan ik gewoon de volgende keer van de ene dungeon naar de andere dungeon huppen. Hoef ik ook niets meer te unlocken.
Thanks, mate. For opening the door. Wacht even, had ik hem niet unlocked of... Ik had zo'n idee alsof ik al heel veel dingen had gedaan in... Nee, laat maar. Gaan we terug. Oké. Ja, is goed met je. Death Mountain, volgens mij. Oh nee, niet Death Mountain, Tower of Hera. Zo. Merch, open that fucking door. Oké. Bos tijd? Nou, zweetklauwen tijd meer. Bijna bos tijd in ieder geval. Oh, ja, hookshot. Zie je? Ja, Jordi, mikken. Goed zo. Rosso's oormijn. Hier moest winnen. En hier begint wit feest. Oké. Kijk, ik vind deze plek wel hartstikke gaaf, maar ik ben soms ook wel heel blij wanneer dit zo klaar is, want het is echt best druk. Nou. Hoppakee. Kan je smokey beter? Hoppakee. Kom op. Ja. Ah, shit. Te vroeg. Oké, kom op, kom op, kom op. Ja, dank u. Daar heb ik hem. Ik heb dan dus ook net. Oeh, dat is gewoon niks. En net Donkey Country Tropical Freeze ook nog uitgespeeld. Oh, was het wat? Ja, ik vind het wel geinig. Het is ook letterlijk wanneer je de eerste twee à drie werelden gedaan hebt, dan zit je ook een beetje in het niveau van. Oh, oké, dit moet ik precies doen. Ja, precies. Ja, beter. Het is ook zo funky mode, maakt sommige dingen wel heel erg makkelijk. Maar ja, zelfs met Donkey Kong is het op zich wel te doen op sommige punten. Oké. Dus ja, nee. En het ergste is, wereld 2 is de moeilijkste bos van de hele game. De anderen stellen niks voor, maar alleen die is zo close. Als je daar iets mist, krijg je gewoon altijd een hit. Lekker. Nee, neem geen break. Hetzelfde god waarschijnlijk. Hier heb ik hem. Nee, en ik kwam ook nu achter dat Shantae in de Seven Sirens in de sale was. Dus dat is misschien even de volgende die ik ga spelen. Lekker. Nou, ik heb heel veel goede dingen gehoord over Shantae in de Pirate's Curse. Die heb ik al gespeeld. Virginia Hero had zo zijn momenten, maar vind ik niet de sterkste. En Seven Sirens waren mensen niet al te tevreden over, dus ik ben benieuwd hoe die is. Oké, ik ga de bos doen. Succes. En beste tip, probeer ervoor te zorgen dat je altijd één en rechte lijn staat met einde.
Met wat staan? De rechte lijn dat je makkelijk van punt A naar punt B kan lopen. Oh. Nou, voorlopig ben ik al 3 keer verzopen in het drijfzand om naar de bos te lopen, dus dat scheelt. Nee, precies, en dat is een beetje het hele... Oh god, we moet... De hele moet serieus? Oké, we gaan nu ineens weer terug naar Loverall. Heel de dungeon in Hyrule gedaan, we gaan naar Loverall toe om de trick op te lossen. Oké, lekker. Oh, nee. Wat was je tip? Altijd in de rechte lijn proberen te lopen. Zorg ervoor dat je altijd in de rechte lijn makkelijk van A naar B kan. Zodat de kans dat je in drijfzand flikkert alsnog gebeurt. Minimaal wordt. Hoe damage je de bos? Gewoon raken met zwaard. Oké. En daarvoor moet ze bloem zeker open zijn? Dicht mag ook. Oké. Oh ja, ik zie het. En ben ik klaar, dan hoef ik niet zoveel meer te doen, want ik heb letterlijk nu alle laatste bossen, alle laatste dungeons unlocked. Serieus, waarom ontwijk je mijn bos? Come on. Zo. 7 en doe ik niks meer. Ja, als ik nu zo makkelijk van bos naar bos kan gaan, dan 2 sessies hierna nog en dan zijn we klaar. Want ik kan net geen dungeon doen in één part. Nou, net geen 2 dungeons doen in één part, dus. Maar ja, alle voorbereidingen zijn nu wel klaar, dus. Ja, lekker toch? Yep. Nou, is dat klaar? Is dat klaar? Is dat klaar? Oké, face toe. Oké, ik heb ineens ogen. What the fuck? Ja, nu schiet je, kan je ook een laser gaan schieten. Ja, dat heb ik door. En daar moet je echt even rekening mee houden, want dat is flink wat damage. Ah, fuck. Kijken of er nog iets is gebeurd ondertussen. Volgens mij niks, maar ja. Fuck! Ik heb maar 1/4 health. Dat is niet goed. Zelf tevreden dat ik hem doodsla, ga ik dood. Oh, ja, dat is 3 keer kut. Mensen, ik ben even te kijken. Tot de volgende keer. Wat is? Opname stop.